We worden met z'n allen steeds ouder, maar zijn helaas ook steeds minder fysiek actief. De beweegvaardigheid van kinderen daalt steeds meer en volwassenen vinden het lastig om een balans te vinden tussen werk, gezin en een gezonde leefstijl. En bovendien stimuleert onze omgeving steeds meer zitgedrag en fysieke inactiviteit. En dat alles heeft verstrekkende gezondheidsrisico's. Mijn naam is Steven Vos en met mijn lectoraat Move to Be bij Fontys wil ik een oplossingsrichting bieden voor dit complexe probleem. Ik ben daarom samen met mijn team in 2013 gestart met het verwezenlijken van een droom. Een droom waarin we voor iedereen, van jong tot oud, de voorwaarden willen creëren voor een leven lang bewegen. Wij willen tonen hoe dat kan. Zo werken we bijvoorbeeld binnen een van de programmalijnen in mijn lectoraat rondom leren bewegen. Het creëren van een goede basis op jonge leeftijd. Met kinderen gaan we in de wijk speelplekken inrichten. En met ouders, buurtsportcoaches en social workers zetten we bijvoorbeeld beweegchallenges op. Kortom, als we dit willen laten slagen, dan hebben we een systematische en domeinoverstijgende aanpak nodig waarbij het kind, de wijk en de professional centraal staan. Voor de ontwikkeling van het lectoraat zijn we op eenzelfde systematische manier te werk gegaan. Eerst een kompasrichting bepalen en vervolgens een team van enthousiaste docenten-onderzoekers in hun kracht zetten. Vervolgens zijn we langdurige onderzoekslijnen gaan ontwikkelen met een stabiele financiële basis, maar vooral ook een hele sterke samenwerking met betrouwbare werkveldpartners die onze droom delen, maar vooral ook kritisch met ons in gesprek gaan. Om maatschappelijke problemen aan te pakken is het belangrijk om te dromen en groot te denken, maar vervolgens snel klein te handelen en de dingen eenvoudig te maken. We ontwikkelden daarom in 2013 dit bierviltje. En die achterkant die lieten we bewust blanco. We wilden hiermee professionals, onderzoekers en eindgebruikers uitdagen om informeel, bij een koud glas of een warme kop, elkaar te ontmoeten en samen oplossingsgericht gaan te denken. Als we al die kleine oplossingen samenvoegen en de denkende doekkracht bundelen, dan kunnen we de droom waarmaken. De droom van een leven lang bewegen.